Hardware Info TV wordt mede mogelijk gemaakt door Gigabyte powered by AMD, OCZ, MSI en 4Launch. Welkom bij Hardware Info TV. Over niet al te lange tijd komt Microsoft met de opvolger van Vista, Windows 7. En bij ons in de studio om ons daar alles over te vertellen is Tony Krijnen van Microsoft. Welkom. Graag gedaan. Windows 7, nou, we gaan dadelijk een flinke duik nemen in de techniek, maar vertel eens even een paar zinnen. Wat is nou het grote verschil tussen Vista en Windows 7? Wat is jullie doelstelling? Nou, kijk, Windows 7 is eigenlijk gewoon de opvolger van Windows Vista, dus eigenlijk ook een doorontwikkeling daarvan. Wat je ziet is dat met Windows Vista natuurlijk samen met Windows Server 2008... Gaan naar één kernel. En vanuit die ene kernel zijn we nu eigenlijk verder aan het ontwikkelen. Dus wat je dadelijk zult zien is dat Windows 7 Client daar eigenlijk uitkomt. Maar ook Windows Server 2008 R2. En eigenlijk mag je dus Windows 7 een beetje opvatten als zijnde Windows Vista versie 2? Ja, het is gewoon de doorontwikkeling ervan. Dus net zoals je uiteindelijk van Windows 2000 naar Windows XP zijn gegaan, is dat de doorontwikkeling, ja. Nou is er al sinds een tijdje een beta beschikbaar. Heel veel mensen hebben die geïnstalleerd. Ja. We hebben hem hier ook meteen draaien. Een van de dingen die meteen opvallen als je naar Windows 7 kijkt, is natuurlijk dat er in de interface voldoende dingen zijn veranderd. Ja. Het meest opvallend natuurlijk de startbalk. Die ziet er ineens heel anders uit. Ja, wat je ziet is dat we zijn eigenlijk afgestapt van het idee dat je daar een heel icoontje met een heel woord van Outlook en dat soort dingen moet hebben staan. En in plaats daarvan hebben wij gewoon de losse icoontjes daar gewoon neergezet. En wat je eigenlijk doet is dus gewoon door simpel met je muis daarop te gaan staan, kun je eigenlijk een kort schermpje krijgen van wat daar nu eigenlijk achterhangt. En wat daar wel weer cool van is, als je dus meerdere dingen hebt, kan je je muis daar weer ophouden. Dan kan je dus tussen die dingen ook heen weer. En dat is even heel snel, kun je dus een soort preview krijgen van hetgene wat er eigenlijk open staat. Wat is sowieso ook grappig is, want je ging juist naar het icoontje van Word. Dan zie je dat er twee vensters van Word openstaan. Ja. Maar je hebt maar één icoontje. Dus niet zoals bij Vista dat als je Word 7 keer open hebt staan, dat je ineens 7 hele kleine knopjes krijgt. Ja. Ieder programma staat er maar één keer. Ja, dat klopt. En als je nu 7 documenten op hebt, kijk, wat natuurlijk Vista wel doet, is uiteindelijk dat groeperen tot één Word-icoon. En dan heb je dat rijtje van 7 documenten. Maar goed, je bestandsnamen zijn het is niet al. Er zijn een paar dingen waarvan je gewoon hoort van de mensen die ermee werken. Van, ja, ik vind dit nou net even ongemakkelijk werken, zeg maar. Ja. En ook als je Internet Explorer hebt, op het moment dat je dus gewoon zegt van, nou, ik heb Internet Explorer, ik heb een webpagina openstaan en je opent een tweede webpagina. Pak even wat, msn.nl. Laten we eens even hardware.info erbij pakken. Geen gekke keuze. Uiteraard. Maar dan zie je dat op het moment dat ik nu hier mijn muis ophoud, krijg ik dus 3 vensters. En door middel van de muis eigenlijk eroverheen te houden, ga ik tussen die pagina's eigenlijk heen en weer. Nou had je ook bij XP en Vista, had je tussen je startknop en die van de programma's, had je ook van die kleine knopjes van programma's die je heel snel kon opstarten. Ja. En dat hebben jullie min of meer geïntegreerd. Ja, dat is geïntegreerd, want wat je voorheen daar had is snel starten, hè, dat balk wat je had. Daar kreeg je ook allerlei problemen mee. Dan had je een gebruiker die had bijvoorbeeld zei van, ik doe heel veel met PowerPoint. Dat zie ik niet staan in mijn snelstartengroep. En wat deden ze dan? Dan pakten ze dus vanuit de Office map eigenlijk dat PowerPoint-icoon en dat sleepten ze dan naar die snelstarten toe. Kijk, dan verplaatsen ze dat icoontje. Dus daarna logde een ander gebruiker en die zei van, staat geen PowerPoint op die machine. Jawel, maar die andere gebruiker had dat icoon van je gestolen. Kijk, nu laat ik hem eigenlijk los op de taakbalk. En voor altijd staat hij er nu op. Dus dat betekent dat als ik hem aanklik, dan pas wordt PowerPoint opgestart. En dan doet hij het ook. En dan zie ik weer het kleine venster. Dan heb je ook het kleine venster weer en dat soort dingen. Dus ik kan hem ook weer de minimaliseren. Maar sluit ik dit nu, dit hele PowerPoint, dan blijft dat icoontje eigenlijk gewoon staan. Dus je ziet nu eigenlijk dat de snelstartbalk eigenlijk vervangen is door gewoon, je kunt hier je lijst maken met de applicatie meest gebruikt. Het mooie daarvan is ook, je kan dit bijvoorbeeld oppakken en zeggen van, PowerPoint gebruik ik heel vaak, dat wil ik graag als tweede. En voor de mensen die echt zeggen van, ik gebruik heel veel het toetsenbord, dan kun je dus zelfs gaan werken met bijvoorbeeld Windows toets 1 is Internet Explorer, Windows toets 2 is PowerPoint. Dus als ik nu Windows toets 2 doe, dan start hij gelijk PowerPoint op.
Want dat is heel simpel. Windows Toets 1 is het eerste icoontje wat er staat. Ja, het tweede icoontje en zo verder. Zo werkt dat, ja. Dan was een van de andere frustraties van veel mensen bij die balk onderin altijd dat heel veel programma's die je installeert, die zetten zich in dat systeemvak, in de system tray. Ja. En die werden opeens 5 kilometer breed. Ja. Ook daar is in Windows 7 eindelijk wat een oplossing voor gekomen. Ja, twee dingen daar. De ene kant is natuurlijk dat systray gedeelte, waarbij je uiteindelijk zegt van, hé, er komen alle icoontjes op. En op een gegeven moment had je zoveel icoontjes, dan maakt hij dat kleiner met zo'n driehoekje in zo'n rondje. En dan klikt hij dat open, dan klikt hij die hele lijst uit en zei hij, oh, het past niet, dan klikt niet weer. Dus dat was altijd vrij ongemakkelijk als je veel dingen daar had staan. En nadat daarvan was ook dat iedereen had dan wel weer wat te melden. Allerlei pop-ups en dingen, de ballonnen van elk icoontje werd je ook redelijk gestoord van. Dus nu hebben we eigenlijk nog maar één icoontje, dat is dit icoontje hier. En dat zijn de verborgen pictogrammen. En als je dat open klikt, zie je eigenlijk een klein venstertje waarin de systray icoontjes staan. Nou, en hier dus dat kun je zijn al die dingen die je vroeger naast elkaar had staan. Ja, dus hier zie je eigenlijk de icoontjes staan die in feite nu in mijn systray staan. Die zie je nu eigenlijk daar terug, kun je daar terugvinden. En ik kan hier ook aanpassen, waarbij ik bij sommigen natuurlijk nog steeds kan zeggen van, ja goed, ik vind bijvoorbeeld wel heel belangrijk dat ik van Windows Update, dat ik dat pictogram en de waarschuwingen apart weergeef. Dus dan kun je dat hiermee instellen, dat je dat alsnog zeg maar weer toevoegt op jouw systray als je dat wil. En dat betekent dus ook dat als je een nieuwe utility installeert, die zo'n icoontje in de systray wil, die komt dan bij die instellingen komt hij erbij te staan. Hij komt meteen daarbij te staan en hij verdwijnt hier in dit blokje. Ja. Ander nieuw ding is een nieuw knopje om je desktop in één keer vrij te maken. Ja, dus stel je voor je hebt verschillende dingen openstaan. Ik heb mijn calculator, ik ben bezig met wat gadgets en zo. Op een gegeven moment heb je toch gauw dat mensen een beetje het overzicht kwijt zijn van wat ze nou precies aan het doen zijn. Misschien staat er nog een Word document overheen. En ik wil even naar de desktop toe, ik wil even daar naartoe kijken. Hier helemaal rechts onderin heb ik nu een heel klein blokje. Dat heet Show Desktop. En dat is als ik mijn muis erop hou, een soort see-through. Mm-hmm. Dus je ziet nog steeds alle vensters eigenlijk die erachter zitten, zie je nu doorschijnend worden. En je ziet daardoor in feite precies alle iconen en dingen die op je desktop staan. En uiteraard als je dit icoontje aanklikt, dan ga ik echt naar de desktop toe. Dus dat betekent in feite dat alles in één keer geminimaliseerd wordt. Ja, dus wat dat betreft is dat ook een gewoon dus één plek waar dat altijd gewoon duidelijk dicht zichtbaar is, zeg maar. En natuurlijk ook met het snel starten had je, als je daar te veel dingen had, dat uiteindelijk ook weer werd weggedrukt achter elkaar. Dus dan was je je show desktop weer kwijt. En dan zie je toch heel veel mensen die dan uiteindelijk 16 keer gaan minimaliseren en zo. Ja, als we nu toch even, want we waren even bij die desktop. Wat dan meteen opvalt, is dat een oude bekende van Windows Vista is verdwenen, namelijk de sidebar. Ja, dat klopt. De sidebar is eigenlijk in die zin vervangen door gewoon de desktop zelf. Dus wat ik nu kan doen is gewoon gadgets, zoals je die hier ziet, oppakken en die sleep ik nu eigenlijk rechtstreeks op de desktop zelf. En dus het is niet zozeer maar dat er een aparte applicatie voor geladen wordt. Die gadgets staan nu dus gewoon op die desktop en kun je daar dus gewoon aanpassen, toevoegen en dat soort dingen. En je kunt ze neerzetten waar je wil. Ja. En het zijn nog altijd diezelfde, grotendeels dezelfde gadgets die we kennen. Dus het weer, de aandelenkoers, de RSS-reader, noem alles maar op. Dat zijn degenen die natuurlijk standaard erin zitten. Maar ja, de hele sidebar heeft natuurlijk een hele developer-omgeving achter zich, waar heel veel gadgets ook al voor te downloaden zijn. En die zijn natuurlijk nog steeds gewoon te gebruiken. Er zijn in die nieuwe interface, waar we nog steeds over hebben, ook iets dat heet jump list. En dan kun je sneller naar je belangrijkste documenten en andere zaken. Ja, wat we eigenlijk gedaan hebben, is als je vandaag de dag iets op de taakbalk hebt staan en je doet de rechter muis erop, dan krijg je een lijstje minimaliseren, vensters, dit, vensters, dat, weet je wel, of sluiten. Maar niet echt relevante dingen voor dat product. Dus doe ik nu hier op mijn Word document rechter muisknop, dan zie ik hier dus nog een document wat ik recent gebruikt heb. Maar je krijgt dan hier in feite dus de mogelijkheid om Word starten, het programma echt vast te pinnen op mijn taakbalk of alle vensters te sluiten. Dus je ziet eigenlijk dat die functies relatief zijn, gebaseerd op de aanpassing aan de applicatie. Als je bijvoorbeeld Live Messenger installeert nu, die ziet dat hij op Windows 7 draait. En die zegt dus ook van, oh, als ik op die taskbar sta, rechter muisknop, heb je dus gelijk bijvoorbeeld opties, zet mij afwezig, zet mij op busy. Weet je, die functionaliteit is dus met één druk op de knop, de rechter muisknop dan, op dat icoon gelijk beschikbaar, dat is een jump list. Maar dat betekent dus ook in Vista bijvoorbeeld dat knopje in het startmenu recente documenten, en dat vond ik alle de 20 laatste dingen waar je had gewerkt bij elkaar, maar dat kon een Word document zijn, Excel, dat kon een e-mail, dat kon van alles zijn. En nu is dat in die taakbalk gegroepeerd per programma. Ja. Dus en ook hier weer, als ik dus die PowerPoint open en ik sluit PowerPoint, rechter muisknop op de jump list, kan ik direct eigenlijk terugstappen naar die PowerPoint waar ik aan het werken ben. Ja,